Goedemorgen allemaal, het is de woensdag van de trip-up. We vertrekken vandaag richting Darwin. We vertrekken vandaag zo'n 600-700 kilometer gaan we rijden. Dat doen we in een hele convoy. Op de achtergrond zie je mijn auto. Een flinke SUV, wel een ruig apparaat. En daar zie je onze truck met het kist en Stella Lux erin. Iedereen is volgens mij heel erg benieuwd, even kijken wat er allemaal te zien is. Vanavond slapen we dus in de Outback, dat is wel heel erg spannend. We slapen op veldbedjes en ook natuurlijk in het tentje. Dus ja, heel erg leuk, spannend. Kampvuurtje bouwen, lekker weerwolven en het wordt vast een hele gezellige trip. Run past the rivers, run past all the light. We rijden gewoon langs, we rijden een stuk door. Feel it crashing and burning, till it all lies. Strike a match, lit a fire, shine in the sky. Ik heb volgens mij niet. Oh ja, dat is een remmetje bij. Dat is wat je eigenlijk in denkt. Nou, we zijn half uur onderweg, nog niet eens. En we hebben wel echt een dik probleem. Onze aanhangwagen, de remmen die lopen aan. Dus ik wilde in één keer wegrijden. En dat lukte in één keer niet. Dus ik trek de trailer ongeveer een beetje over de weg heen. Dus nu moeten we dat oplossen. Dat is echt best wel naar. Want als we de trailer moeten vervangen, dan hebben we een paar uur vertraging. En dan zou het nog best wel eens kunnen zijn dat we morgen moeten vertrekken. Dus dit is wel even een beetje een domper. Nou, we zijn er bijna weer klaar voor. Er is een werk... Denken we. Hopen we. Er is een... We zijn er bijna klaar voor vertrek. We misten een boutje, dus die mensen van die aanhangwagen... die zijn een boutje aan het ophalen. En om erop te zetten. En dan kunnen we als het goed is vertrekken. Dat is wel mooi, want het begint hier te regenen en wij willen zon. Dus vertrekken we mooi naar het noorden. Doei! Doei! Zit jij weer gek te doen op de achtergrond? Ja, hè? Lilo zit me altijd een beetje gek te belachelijk te maken op de achtergrond. Dus, op naar Darwin. We rijden nu over de highway naar richting Darwin. En er komt echt een gigantische boot in één keer langs. Echt bizar eigenlijk. Nou, daar zijn we dan, in zonnig Australië. We zijn om 6 uur aangekomen op een soort van camping. Het is een eigen tankstation met een vlakte waar je je tent neer kan zetten of je truck. We zijn 2 uur bezig geweest, denk ik nu? Nee, 3 uur bezig geweest met de tent op te bouwen. Nou, het stort naar beneden en het waait hard. Bear Grylls, ik misschien loopt ook net. Bear Grylls zag gewoon net lopen, maar die liep net naar het hotel toe. Ja, dus, ik vond hem te ver gaan, dat zegt nee, dat kan niet. Als ik het gewoon net moet. In ieder geval zo meteen lekker slapen, denk ik dat iedereen heel snel slaapt. En morgen weer een nieuwe dag. Ik ben zelf in deze rode auto gaan liggen. Dit was mijn bedje. Na 2 tenten hadden we er echt schoon genoeg van. Dus een aantal mensen zijn in auto's gaan liggen. En we hebben gewoon meer mensen in de tent gepropt. Nou, ik moet wel zeggen, wat ik wel heel gaaf vond, was dat de sfeer gewoon in het kamp gewoon goed bleef. Hier zie je Bas. Een aantal jongens gingen vest halen en zij besloten dat ze eigenlijk wel badjas een beter idee vonden. Ja. Onze tweede avond tijdens de trip-up en dit is een veel betere plek. Het is droog, we hebben de partytent kunnen opzetten, we hebben kampvuur, we hebben barbecue. Al met al is het echt een top plek. Nou, we zijn op dit moment aan het weerwolven. Iedereen slaapt. Het is heel moeilijk om dit team rustig te krijgen. Na een hele dag dat iedereen gezeten heeft in de auto. Hier zit onze teammanager om een vuurtje te managen. Het is takken veel werk zeker. Takken veel werk. Doe met de informatie die je wil, maar ik weet niet wie het is. Jongens, geloof me, Sander. Nou, dit is hoe wij een controlstop oefenen.
We hebben een zeil, daar moet Stella op komen te staan. Dat is even nu die rode auto. De controlstop is voor de World Solar Challenge, dat we afvinken dat we ergens langs zijn geweest. En voor ons om even het zonnepaneel even te koelen met wat water, schoon te maken, dat het efficiënt is. We hebben, maar dan de persoon die daar staat, die gewoon echt staan daar. We kunnen wel een opmerking meteen over, want dan had je niet de bel voor de afstand moeten staan. Want als je afgevonden had, door het busje had je niet gezien. Alles gaat hartstikke goed. We hebben niet echt heel veel grote problemen gehad. Het zijn een paar kleine probleempjes, maar ja, daarvoor oefenen we dit ook. Zodat we zo meteen heel goed voorbereid zijn voor de World Solar Challenge. Bij de Katana Chana en ja. De Uluru Rocks. Uluru Rocks. Uluru. Nee. Daar waren we straks. Uluru was er straks. We waren zojuist bij de Uluru Rocks. Nou, we zijn bij een hele mooie berg. We hebben vandaag een leuk tripje. We hoeven niet de hele dag in de auto te zitten. Eindelijk. We stonden boven op die berg. Nu zitten we erin hoor. Maar we stonden daar met bijna het hele team en dat is gewoon echt heel gaaf. Dan staan we met z'n allen en dan realiseer je even dat je in Australië zit. En dat je daar na een jaar lang eindelijk staat. Dat is gewoon heel cool. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. We hebben een leuke dag gehad, lekker gewandeld. Het is het einde van de dag en nu wachten we eigenlijk op de zonsondergang. Heel romantisch met 22 mannen samen. En Tom, was het leuk? Ik heb alles meegemaakt wat ik kon meemaken op één dag, denk ik. Dat was fantastisch. In Alice Springs heeft een van de solo-teamleden uit Eindhoven een ongeluk gehad. Hierbij brak PM-manager Tommy Perenboom zijn been. We schakelen live over naar het ziekenhuis in Alice Springs. Tommy, wat is er gebeurd? Nou, ik heb mijn been dus gebroken. Dat is tijdens een warming-up oefening voor het hardlopen in de ochtend gebeurd. Zaterdag ben ik geopereerd. En daarna moest ik een beetje revalideren. Moest onder volledige narcose. En ze zouden een titaniumplaat inzetten waar die breuk zit. Dus... Het was al even een hele andere wending van mijn Australië-tijd dan ik hem voor ogen had. Team, tot zometeen. Inmiddels is Tommy terug in handen van het team en we hopen dat alles snel weer op zijn pootjes terechtkomt. We gaan door naar het weer. Het is echt warm. Dat was het nieuws voor vandaag. We zien u graag snel weer terug. Tot ziens.